vorig seizoen, vorig jaar moet ik zeggen, was echt wel een beetje onverwachts. Ik speelde op die dag echt heel goed. Ook ten opzichte van de rest van het seizoen denk ik dat ik daar echt mijn piek gehad heb. En ik kwam die dag twee keer Johan van Nieuwenhuizen tegen, één keer in de pool en in de finale. En beide keren won ik eigenlijk verrassend makkelijk, wil ik zeggen. We zijn nu halverwege het toernooi. Hoe gaat het nu? Want je bent natuurlijk wel degene die ze willen verslaan. Ja, ik ben denk ik toch niet helemaal favoriet. Gezien de plaatsing ook niet. Ik sta volgens mij 50 geplaatst. Ik vind zelf wel dat ik eruit moet kunnen komen. Ik ben nu als eerste mijn pool door. Ik heb wel een wedstrijdje verloren onderweg, maar dat heeft nog geen consequenties gehad. En tot nu toe gaat het best aardig. Ik ben tevreden als ik bij de laatste vier kom. Kan als het lekker gaat, kan ik al stunten. Dus ik vind mezelf een goede outsider. Ja, hoe ik verzeild kwam in boksen, Hans, dat ik ben door vrienden vorig jaar bij het veteranentoernooi uitgenodigd hier. En dat was in januari van dit jaar trouwens. En dat heb ik met heel veel plezier heb ik daar gespeeld. Ik tafeltennis graag. Ja, ik ben op latere leeftijd begonnen en ik vind het gewoon ontzettend leuk om veel aan deze mooie sport te doen. En ik vond het hier ontzettend gezellig. Dus sindsdien volg ik de club. En ik vind het geen probleem om een stukje te rijden. Het is een klein uurtje rijden vanuit Limburg. En ik vind het heel erg leuk en heel erg gezellige mensen. En dat is de reden waarom ik hier ben en hier wedstrijdjes aan het spelen ben. Hier speel je in de B-klasse. Wat heb je tot nu toe bereikt? Zit je nu halverwege het toernooi ongeveer? Ja, wat ik tot nog toe bereikt heb is dat ik waarschijnlijk toch wel met hangen en wurgen door ben naar de volgende ronde. Vier wedstrijden gespeeld. De eerste twee kansloos verloren van twee hele goede spelers. En daarnaast met wat geluk zomaar een potje gewonnen en toen de laatste met goed spel gewonnen. En als je dan gaat rekenen, heb plussen en midden en gezien mijn wiskundestudie kan ik dat wel, dan ben ik door naar de volgende ronde. Dus we gaan nog gewoon even vrolijk door. Heel veel succes dan en bedankt voor dit interview. Ja, heel graag gedaan, Hans. Hier staat onze winnaar. Ja. Nou, vertel, hoe is het gegaan? Ja, extreem goed. Ik heb eigenlijk
vrij verrassend vond ik van Marcel gewonnen. En daarna had ik het heel moeilijk tegen Marlotte in de halve finale. En die nog net in vijf gewonnen. Waar heb je nou op gewonnen met tegen Johan van de Nieuwenhuizen? Ja, mijn spel is gewoon heel moeilijk voor Johan. Ik kan blijven spinnen. Hij kan mij niet echt uit positie spelen met zijn bokspel. Dus ik had daar ook wel vertrouwen in van tevoren. Ik heb de laatste paar keer dat ik tegen hem gespeeld heb relatief makkelijk gewonnen. En ik had niet verwacht dat het zo makkelijk zou gaan als nu, maar ik vind het wel lekker. Nou, 3-0. Gefeliciteerd. Dankjewel. Winnaar van de Open Boxers 2015, hè? Ja.